Hij is buiten hier aan. Dames en heren, als ik even uw aandacht mag, het is denk ik heel moeilijk om zo'n hele zaal stil te krijgen, maar het is toch even belangrijk dat u een poging doet. Als iedereen even nog gaat slissen. Dames en heren, even stil te krijgen. Als u even stil kunt zijn, dat is echt even belangrijk, neem het maar van mij aan. Ik ben overigens, ik ben Erik Gerrits, ik ben niet van de stadsdeelraad. Ik ben de gemeentesecretaris van Amsterdam. En mensen die zich afvragen wat het is, dat is de, ik noem maar het hoogste hulpje van de burgemeester. En om dat te bewijzen, als u het niet gelooft, heb ik in ieder geval de ketting meegenomen. Ik zal hem even laten zien. Kijk, dit is de ketting. Ik mag hem niet omdoen, ook al is het een reserveketting, maar die mag alleen worden gedragen door de burgemeester of een wethouder. Ik ben maar een simpele ambtenaar. Maar toch, ik sta hier dus officieel, dat u dat weet. Maar daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben gekomen voor de heer Van Bremen. Dan pak ik er even een papiertje bij. Ik wil jullie trouwens het eerst even feliciteren met jullie jubileum. Het is een beetje een raar jubileum, 55 maar 8, als je maar een feest kan vieren, zou ik zeggen. Gefeliciteerd. Meneer Van Bremen, ik mag hopelijk voor zeggen. Familie, dames en heren. Als het nog even stil kan zijn, alsjeblieft. Het duurt maar 5 minuten. Ik ga het proberen hoor. De Rooms-Katholieke Sportvereniging TOB, Trouw ons beginsel, is een vereniging waar diverse takken van sport beoefend worden, waaronder handbal, voetbal, tennis, turnen, biljarten. De club, die zo'n 750 leden telt, heeft als doel om zowel zomers als winters tegen zeer betaalbare contributie het hele gezin te laten sporten. En dat die contributie zo laag kan worden gehouden is te danken
aan vele vrijwilligers, waaronder jij. Cor is een van die vrijwilligers die al vele jaren in de vereniging actief is. In 1978 werd je voorzitter van de afdeling handbal. En dat heb je 10 jaar met grote inzet gedaan. In 1988 werd je voorzitter van de hele vereniging. Dat heb je maar liefst 12 jaar gedaan. En in je voorzittersperiode kwam heel veel tot stand. Zo was je betrokken bij de renovatie van het handbalgebouw, de bouw van de indoor sporthal en ook werd het hoofdgebouw gerenoveerd. Tegelijkertijd hielp je met het wegwerken van ontstane schulden. En helaas moest je vanwege gezondheidsredenen je voorzitterschap neerleggen. Maar toch wilde je niet stoppen en nog dagelijks ben je op het sportcomplex te vinden waar je alle onderhoudswerkzaamheden coördineert. En verder beheer je de opbrengsten uit de kantine en draag je zorg voor het wekelijks verschijnen van het clubblad. Je bent een van degenen die de sportvereniging draaien houdt. Vroeger was je ondernemer, dat onder andere een eigen pakket- en bakkerszaak. Dat was hard werken, maar desondanks altijd tijd voor TOP. Je bent nog een hele hoop andere dingen gedaan. Verzekeringsagent bij AGK Bedrijven, hoofdkantine, ondernemersraad, personeelsblad, bestuurspersoneelsvereniging, bestuurspersoneelsvereniging, een drukmannetje. Nog maar één plaatje, dames en heren. Als u nou even nog stil kunt zijn, alstublieft. Op de feesten van TOP was je altijd aanwezig in een snackbar. En in de vitrines lagen allemaal heerlijke bakkersproducten uitgestald die zeer bij de leden in de smaak vielen. Maar je bent pas echt in je nopjes als alles op rolletjes loopt. Alles in de kantine moet spik en span zijn, de kozijnen moeten goed in de verf zitten en piepende deuren moeten onderhand worden genomen. En het clubblad dient goed verzorgd te zijn. Je bent iemand die oog heeft voor detail en kwaliteit. En het mag allemaal niet te veel kosten. En soms ben je ook een beetje de mopper, heb ik al gehoord. Maar belangrijker is dat jouw motto is niet lullen, maar de handen uit te bouwen en doen. Een prima motto, lijkt mij. Maar je bent ook weer iemand die graag voor ons een vast stramien werkt. Als er leden om 5 uur 's middags hun kopij kwamen inleveren, dan kregen ze niet thuis. Dan zat je voor de tv naar je favoriete tv-serie te kijken. Je bent eigenzinnig, maar het clubbelang staat bij je voorop. En je bent een voorbeeld van een vrijwilliger zoals we er velen in deze sportvereniging zien. En zoals die zo belangrijk zijn ook om dit soort dingen mogelijk te maken. Iemand heeft wel eens berekend dat als we dat allemaal zouden moeten betalen, deze club er helemaal niet zou bestaan. En vele andere clubs in Amsterdam. En nu moet het echt even stil worden. Misschien dat er nog een tromgeroffeltje kan komen. Want zoveel jaren actief voor TOP. Wacht even, meneer de wethouder, als het even mag. Dames en heren, deze man staat hier niet voor niks te praten. Even 5 minuten aandacht voor deze man. Dank u wel. Zoveel jaren actief voor TOP, dat heeft de club zeer gewaardeerd. En waardering is iets waaraan men op verschillende manieren uitdrukking kan geven. Je kan een horloge krijgen of een bekende envelop met inhoud. Maar er is ook een andere manier. Namelijk voor iemand een koninklijke onderscheiding aanvragen. De TOP heeft dat gedaan en het verzoek is gehonoreerd. En aan mij dan ook de eer en het genoegen om je te mogen mededelen dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau en de Willeke van Oh,
Thank you.
dankjewel. Ja, bij mij wel, Bob. Oh ja. Waren 8 graden. Is
was ook. Weinig wachttijden, Bob. Weinig wachttijden.